Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. In deze video hebben we voor jullie de Mystery Slime Balloon Challenge. En zoals sommigen van jullie wel weten, hebben we een tijdje geleden de Slime Balloon Challenge opgenomen. Die staat hier boven in het i'tje, moet je straks zeker terugkijken, maar eerst deze. Yes, en toen bij de Slime Balloon Challenge wisten we, stond er overal op, ja, wat erin zat. Maar nu staat er een vraagteken. Ja, wij hebben het zelf, we hebben de ballonnen niet gevuld, we weten alleen maar dat er een vraagteken op staat. Dus het is zo spannend, want ik vond het poppen al spannend. Maar nu al helemaal, want ik weet niet wat eruit komt. Ja. Je weet natuurlijk dat je slijm op een bepaalde manier moet maken. Maar nu gaat dat waarschijnlijk helemaal door elkaar. Dus een soort van backward slijm maken. En bijvoorbeeld krijg je als eerste, ik zeg maar, wat krijg je als eerste? Glitter. Glitter of lensvloeistof. Dat klopt natuurlijk helemaal niet. Nee, dus ik vind het echt super spannend. En ben ook echt heel benieuwd of het wel gaat lukken. Go. Denken jullie dat het gaat lukken? Doe dan zeker een duimpje omhoog. Zeg jij maar, ja. En vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Dat kan hier beneden. En zet in de reacties of jullie denken dat de slijm gaat lukken of niet. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik hoop het. Oké, we zijn er dus klaar voor. We hebben bekomen en het schilderij is even afgedekt. Want ja, vorige keer zat hij echt helemaal onder. Ja, echt de muren, alles onder de rode kleurstof. Ik zie het hier nog steeds op de lamp. Echt super erg. Maar in ieder geval, ik was vorige keer al zenuwachtig, maar nu wel ietsjes meer. Ja, want kijk, we hebben bijvoorbeeld deze super grote ballon. En kijk, die is gewoon 3 keer zo groot als de bak. Dus ik vraag me af of het er wel in gaat. Ja, waarschijnlijk al helemaal alle kanten op. Maar who knows? Laten we de eerste ballon erbij pakken. Ik ga deze pakken. Panterstijl gaan we doen. Panterstijl. Oeh. Er liggen hier dus echt super veel ballonnen, maar jullie zien ze niet allemaal, maar geloof me. Oh, ik vind dit zo spannend. Ik heb echt blij pijn. Oh, gaan we dat doen, Kurt? Oké, okay, ja. Oh, ik heb, wat heb ik? Kleurstof. Ik heb kleurstof. Oh, het zit allemaal. Oh, girlies, de hele tafel zit onder. Oh. Volgens mij heb je roze. Ja, duh. Kleurstof, wel een beetje raar mee te beginnen, maar ja, ik heb er wel zin in. Lekker beginnen met roze. Woe! Ik heb lijm, dat is eigenlijk het basisingrediënt. Ja, je hebt geluk, je hebt wel geluk. Ik heb zin om nog een ballon te pakken en ik hoop dat het misschien nu kleurstof is en dan gaat het op de goede manier, maar ik weet het niet. Ja, ik hoop heel erg dat ik nu lijm krijg, dus ja, ik ga lekker, ik heb een goed gevoel bij deze. Ik ook, oké. Hij voelt wel een beetje zwaar, dus of lensvloeistof of lijm. Ja, bij mij ook, er zit iets vloeibaars in, dus het kan kleurstof of lensvloeistof zijn of nog een keer lijm. Zullen we hem dan maar knallen? 3, 2, 1. Ik heb lensvloeistof, dat is op zich wel oké. Ja, het is wel prima. Oh, ik vind het wel leuk. Woe! Oh, er zit een beetje roze kleurstof van Gina in. Dus het is een beetje rozig. Kijk, er ligt nog een lijm naast bij jou. Oh, lekker dan. Mijn lijm is dus heel dun. Het is echt heel raar. Weet je zeker wat lijm is? Ja, het is wel lijm. Ja, ik vind dit is ook echt een soort van soepje. Ik weet het niet. Ja. Maar oké, ik wil er nog één. We gaan gewoon nog een keer. Okay. Zijn we grote pakken? Ik ben hier zo nieuwsgierig naar. Ik ook. Hij voelt alsof er niks in zit. Ik heb wel een idee, maar ik ga niet zeggen. Ja, ik weet niet. Maar oké, ik ben hier zo benieuwd naar. Ik ook, oké. 3, 2, 1. Oh, girlies, dit kleur is nu wel heel licht. Het is echt een mega ontploffing. Ik moet nog een kleurtje krijgen, hè? Ik heb wit slijm nu. Mijn slijm ziet er al best wel goed uit. En bij mij gaat het tot nu toe best wel op de goede volgorde. Ja, bij mij echt niet. Het voelt ook echt... Oké, we hebben het dus nu een beetje doorgeroerd. En bij mij is het gewoon een soort van roze marshmallow in een bak. En bij mij, kijk, bij mij wordt het wel echt wel, het is wel slijm al eigenlijk. Woe. Ik wil heel graag lensvloeistof. Of ik wil glitters nu. Ik wil ook nog wel wat lensvloeistof. Laten we nog maar een ballon pakken. Ik ga deze superleuke tijgerballon doen. En deze voelt echt super zwaar. Ik pak deze. Ik denk dus dat hier lijm in zit, maar ik wil gewoon nu niet meer terugzetten. Ik denk dat hier lijm of lensvloeistof is. Ook... Ja. Oh, hij glijdt uit mijn handen. Als jij nu lijm hebt en ik een lensvloeistof nog een keer. Ja. Gaan het zien. 3, 2, 1. Ik heb lijm! Ik heb ook lijm!
Oh ja, ik heb lijm. Het is de eerste keer dat we iets hetzelfde hebben. Ja, oké, nu even lekker roeren. Ik ga het gewoon kneden. Oh, het is zo erg een rotzooi. Zie even mijn outfit. Even een moment. Het zit overal. Ja. Oh, ik moet echt nog lenzenvloeistof hebben. Maar ik heb nog helemaal geen slijm. Ik heb pas lenzenvloeistof nodig. Ik ga dus nu even mijn gezicht schoonmaken en even de ballonnen erbij halen. Dus dat gaan we even doen. Tot ja, zo. Even je gezichtje wassen. Oké, daar zijn we weer. Het gezichtje is weer schoon. Handjes ook. Ja, iets beter. En nu gaan we door met de volgende ballon. Oké, jij moet nog echt lenzenvloeistof. Dat is echt wel belangrijk. En bij jou is ook een kleurtje wel gezellig, zei je? Ja. Oké. Echt hard. Ja, het is wel slijm. Dat wel. It's slime. Maar oké, ik ga voor deze. Oeh, ik hoor daar wel een geluid bij, Jara. Ja, ik weet niet. Ik heb een idee dat er iets leuks in zit. Kom, 3, 2, 1. Woe! Kijk nou, 3, 2. Het zit in mijn mond. De balletjes zitten in mijn mond. Dus ik krijg nu slijm. Oh, girlies, is balletjes. Het ligt overal. Het is echt... Alles is roze, de hele vloer. Woehoe, het is wel lekker. Oh, het is slijm. Ah! Ik heb er helemaal geen kleurtje bij. Ik vind het wel gozo. Ja, ik ook. Ik heb dit slijm best wel vaak op Instagram voorbij zien komen. Het zijn met van die balletjes. En dat is zo lekker. Dat schijnt echt super lekker te voelen. Ik heb slijm. Dus ik word hier heel blij van. Het is gelukt. Hij voelt... zo enorm zacht, dat kan ik echt niet uitleggen. Dit is een van de beste slime die ik ooit heb gemaakt. Oh, hij is zo lekker die van Jean. Het lijkt wel wat harder. Oeh, hij knettert. Het is foam slime of kletterslime en dat knettert heel erg. Ja, het voelt echt super lekker. Oeh. Tot nu toe is de Mystery Slime Balloon Challenge wel echt super leuk en hij werkt gewoon bij ons. Ja, dus omgekeerd slime maken is helemaal niet zo verkeerd. Nee, Jean en ik waren echt van, oh, dit gaat echt niet lukken. Nou ja, blijkbaar wel. Dit zijn de laatste 5 ballonnen. En ik hoop nog dat ik misschien... ik hoop niet dat ik kleurstof krijg. Want kijk, hij is al redelijk roze. Oeh, dat weet ik. Oké, dus laten we nu deze ballon gaan prikken. 3, 2, 1. Oh my god, wat is er gedaan? Kijk, ik heb nu gewoon galaxy slime. Ja, kijk, mag ik wat van jou blauw? Want dan kunnen we zo mixen. Wil jij wat roze? Ja. Oh my god, gold twinning gold. Zo goals uit, die glitterring. Ja, ik keek dus naar achter. Oh, echt? Ja. Oh, je moet het terugzien straks. Het is heel leuk. Oh, dat geloof ik. Hij slime is wel een beetje taai geworden door al die glitters. Maar ja, hij is wel hartstikke mooi. Dus ja, yes. Oh, die glitters. Ik word er heel blij van. Even van de grond. Wat? Ja. Oh. We hebben even de grond schoongemaakt. Kijk hoeveel er van afkomt. Oh my god, ik ben zo emotional. We hebben dus nog 3 ballonnen en de laatste gaan we dus verdelen. Maar ik ga nu deze pakken en ik ga die... Nee, waar heb je een goed gevoel bij? Oké, we hebben er nog 1 over voor straks. Ik hoop eigenlijk dat het scheerschuim is, maar zo te horen niet. Nee. Oké, dit is dus de laatste explosie die we alle 2 poppen. Dus 3, 2, 1. Zeker weten. En oh, deze slime is zo goals. En de balletjes maken het ook echt heel erg leuk. Het is een soort van galaxy, pink, fluffy, foam, slime. Maar we hebben nog 1 ballon, dus die moeten we nog poppen. Hoe gaan we dit doen? Oké, wacht. Poppen? We hebben... Ja, tegelijk. We pakken naast elkaar. 3, 2, 1. Like so goals. Zo mooi. I can't anymore. Ook de combi van de balletjes. Het is echt leuk. Ik denk dat ik er misschien straks nog wat scheerschuim bij toe ga voegen. Want hij is een beetje taai. Maar hij is wel echt... Hij is gewoon geslaagd. Ik had het niet verwacht. High five, girl. Woo! Het is zeker een aanrader om een keer weer flow slime te maken. Want het is echt zo erg lekker. En deze slime is natuurlijk wel echt helemaal geweldig. Ik heb nog nooit zo'n goede slime gemaakt. Oh, hoor het. Nou, in ieder geval, we moeten straks echt even de
de keuken gaan opruimen, want de grond, de tafel, alles zit onder de glitterlijm. Het is echt een galaxy keuken. Ja, het is wel best wel cool. Ja, en als je dus in de reacties hebt gezet dat de slijm ging lukken, dan heb je het goed. Nou girlies, dit was dus onze mystery slime balloon challenge. En vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan een slijmerige duim omhoog. Die vond ik heel mooi. En vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Wacht, eerst komt er een slow motion compilatie. Yes! Oké. Okay. Er zit een ballon in mijn slijf. Nou, dit was wel echt een hele golse compilatie. Maar nu zeggen we echt... Bye girlies, tot volgende week!